Hoi allemaal, het was afgelopen zaterdag Glamour Day, of zaterdag ervoor, ik weet niet precies wanneer jullie hem zien, maar het was laatst Glamour Day en heb ik flink geshopt, of nou flink, valt eigenlijk heel erg mee, maar ik heb wat leuke dingetjes gekocht en het leek me leuk om die te laten zien. Niels zit op afstand te lachen, dus ik kan ze niet wat geluiden horen, maar ik kom echt net uit de stad en ik dacht ik film het meteen voordat ik het vergeet. Laten we maar gewoon beginnen bij een fijne basic en dat is dit shirtje. Dit is een wit met zwart gestreept shirtje, wat heel lekker aan op beeld overkomt. Ik ga proberen ze ook nog even aan te doen. Dan kan het wel eens er anders uitzien, want dat ga ik vandaag niet meer doen. Maar het is gewoon een simpel shirtje met een V-hals. Maar dit zijn van die shirtjes waar je heel veel plezier van hebt. En deze voelde ook heel fijn zacht aan. Dan, ik heb het allemaal gewoon in mijn normale tas zitten, dus dat is altijd even speuren. Dan iets in een zakje. We hebben namelijk sinds kort in Utrecht een And Other Stories. En daar was ik al heel benieuwd naar. En nu ben ik er geweest. En het is dit armbandje. Ik ga het meteen even omdoen. Het is, je doet hem zo om met een soort haakje. En in de winkel deed ik dit blind. En nu lukt het me natuurlijk niet. Zo. En dit is hem. Er zit nog een bonnetje aan hoor. Maar het heeft dus een soort dubbel bandje. En dan verder is het gewoon een enkel bandje. En ik vind het echt een heel mooi subtiel zilveren bandje. Met Niels draag ik veel minder sieraden dan voorheen. Maar dit soort dingen, ja, hier kan hij zich niet echt heel erg, kan hij niet slopen en zich niet aan bezeren. Dan kocht ik bij Rituals een nieuwe foaming shower gel. Ik ben hier gek op en dit is mijn favoriet. Dit is de White Lotus en Yi Yi Ren, hoe je het ook uitspreekt. De groene, het dopje is blijkbaar ergens in mijn tas verdwenen. Dat kan gebeuren. Dan een shirtje wat ik per toeval tegenkwam. Ik heb dit shirtje heb ik al heel lang. En ik heb deze ook in het wit. En die vind ik super fijn. En die bestelde ik ooit op ASOS. En toen dacht ik, dat merk ken ik niet. En het heette Jacqueline Young. Maar dat is dus gewoon van Only. En nu zag ik hem hangen bij de Only. En Only deed niet mee met de Glamour Day. Maar waren wel zo leuk om überhaupt gewoon iedereen 20% korting te geven. Dus dit shirtje, ook had die prijs van die andere trouwens niet genoemd, maar dit shirtje was dus normaal een tientje en was nu 7 nog wat. En ja, ik vind deze heel fijn en die witte ook, dus ik was hier heel erg blij mee. Deze was nu 6 nog wat. En het armbandje was niet van de Glamour Day, die was 15 euro. En het andere shirtje was 11 euro. Dus dat is dan even de prijs. Toch? Van wat ik nu had. En dan kocht ik nog 2 truien bij de H&M. Als eerst deze. Die is echt super zacht. Ik wil het eigenlijk nog netjes op hangertjes hangen. Dat is ook niet helemaal gelukt. En deze heeft zo'n beetje een opstaand kraagje. Wat natuurlijk je echt overal nu ziet. Waarvan ik dacht van misschien is dat met grotere borsten. Zeg maar, is dat heel erg. Dan krijg je altijd zo'n heel groot vlak borst. Maar ik vond het eigenlijk wel heel mooi staan hier. En het is een beetje een mooie beige kleur. Het is echt super zacht en het is een beetje flowy aan de onderkant. En ach, het zit heerlijk. Deze. En die was... Ik bracht daar ook wat terug, dus ik kreeg alleen maar geld terug daar. Dat is nooit verkeerd natuurlijk. 20, maar er ging 4 euro af. Dus hij was bijna 16 euro. En dan deze. En dit is een hele grof gebreide trui, een beetje gemêleerd. Er zit een beetje gebroken wit met een soort zwart of zo er doorheen. Ik weet niet of je een beetje kunt zien. En zo'n heerlijk katoen. Ik kan helemaal niet. Ik had één hele leuke trui aan, maar zodra ik hem aan had, dacht ik, oh nee, dit is duidelijk wol. Ik kan echt, ook al zit er maar 1% wol in, dat gaat meteen helemaal jeuken. Daar kan ik echt niet tegen. Deze heeft dat niet, het is gewoon lekker katoen. En hij heeft van die mooie afgeronde onderkanten. Ik heb zo'n soort trui, maar die is wat meer grijzig. Deze is iets meer richting beige. En die is... Dat is gewoon een soort vierkant. En deze is gewoon net wat vrouwelijker. Dus hier ben ik heel blij mee. Dat was het. Dus niet superveel. Een aantal hele fijne tops. Ik heb nog een aantal jurkjes gepast. Eentje dacht ik echt, nou, dit is echt een fantastisch jurkje. Toen ik me aan had, was het echt verschrikkelijk. En nog een aantal andere jurkjes. En ik had nog een shirtje waar ik heel erg over twijfelde. 2 shirts waar ik heel erg over twijfelde.
En uiteindelijk heb ik het allebei niet gedaan, want ik dacht bij twijfel niet doen. Dus ik ben heel blij met de basics die ik heb. Het zijn hele simpele dingen, maar ik hou daar gewoon heel erg van. Sorry voor de geluidseffecten. Sven is hem even aan het schoonmaken, want hij heeft net gegeten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Het was een korte, maar krachtige, hoop ik, shoplog. Nou, ik hoop dat ik er dus nog beeldjes van aan tussen heb gedaan. Ik ben heel benieuwd of jij ook hebt geshopt met de Glamour Day. Of gewoon laatst zij nog leuke dingetjes hebt gekocht. Tips voor jurkjes zijn altijd welkom. En ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!